Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Table Decor. We hebben deze alles in kleine formaat opgemaakt. En vandaag gaan we de middelmaat opmaken. Ik heb er heel veel zin in, want ik heb er een leuk idee mee. We gaan er een stoer en romantisch bloemstuk van maken. Dus die twee combineren we met elkaar. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het dan onder kopje cursuspakketten. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we deze Oasis Table Deco heel mooi, maar stoer en romantisch opmaken. Dat doen we onder andere met hout, maar ook met romantische bloemetjes zoals trosroosjes. We beginnen met het hout, om deze een plekje te geven in het stuk. Elk bonsai takje heeft natuurlijk een andere vorm, dus ik kijk altijd eventjes hoe mooi dat zo recht komt. Soms kan je het hele takje erin steken, maar je kan ook gebruik maken van krammetjes. Als hij dan net wat mooier uitkomt. Dan heb ik verschillende mooie bloemetjes. En die steek ik er rondomheen. Ik steek net iets voorbij de onderkant. Snij ik de bloemen goed schuin aan en verdeel ik ze in het stuk. Ik doe het aan beide kanten. Duizend schoon en die verdeel ik er ook tussen. Ook de zijtakjes verdeel ik daar gewoon bij tussen. Dus ik splits het takje als dat mogelijk is. Anders kan je hem ook in het geheel gebruiken. Zoals je kan zien, wat echt een rijk gevuld bloemstuk met veel bloemen. Dat geeft wel een heel mooi effect straks. En ik verdeel zowel de bloemen als de knopjes. Dan heb ik wat mooi gipskruid. Als je dan de verdeling mooi hebt, vul ik het nog even op met wat restmaterialen die ik al gebruikt heb. Zo wat nog wat roosjes, maar ook misschien heb je wat ander materiaal over, zodat hij echt mooi gevuld is. Nog even extra voorjaar aan toe en dit doe ik door middel van bolletjes. Ik heb de bolletjes schoongemaakt, het is gewoon potgrond eraf gehaald en wat ze afgehaald.
En dan doe je er voorzichtig een satéprikker in. En dan steek ik die ertussen. Hè. Die verdeel ik ertussen. Je kan het eventueel ook zonder voorjaarsbolletje. Maar ik vind het altijd een heel leuk en ja, vrolijk effect geven. Hè. Om dan het bloemstuk nog eventjes iets apart te maken, gaan we een lijnenspel maken met ornithogalen. En dat doe ik door te buigen en de uiteindes vast te zetten met een krammetje in het stuk. En je kan alles één kant op laten lopen, dan krijg je een wat strakker. Maar je kan het ook door elkaar heen doen. Her en der af met een klein plukje Tillandsia. Ook handig als je nog een paar gaatjes hebt, kan je net nog even mee opvullen. Maar het geeft ook een mooi effect omdat de kleur er prachtig bij past. Spreek het even af met finishing spray, dan blijft het gewoon net wat langer houdbaar. En dan hebben we een prachtig apart mooi voorjaarsbloemstuk. Ook heel erg mooi op de witte plank. Kijk hoe mooi dit lijkt. Ja, en dan hebben we weer een prachtig mooi bloemstuk gemaakt. We zijn vandaag aan de slag gegaan met de Oasis Table Deco van Oasis, de middelmaat. Maar je hebt hem dus in verschillende maten. We hebben hem ook wel eens opgemaakt in wat kleiner. Dat is ook heel erg leuk. Het makkelijke is de houder eronder die het water al tegenhoudt. Waardoor je hem ook op elke ondergrond kan plaatsen. We hebben hem apart gemaakt door de zuidenwindlelies, de mooie voorjaarsbolletjes. En juist door het stoere te gebruiken met de fijne materiaaltjes van bijvoorbeeld de trosroosjes. Ja, rijk gevuld. Heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zien we bij de volgende video.